Hecht jij waarde aan populariteit of vind je dat er grote gevaren aan verbonden zijn? Het is heel sympathiek om te zeggen nee. Maar het is nooit waar. Nee. Iemand die zegt, ik geef er niets om, liegt, dacht ik. Laten we eerst over de voordelen beginnen. Je wordt zelden bekeurd. Ja. En jij hebt ook wel eens, als je in een restaurant komt en je eet, dat dan de eigenaar komt en zegt, meneer, u hoeft niet af te rekenen. Dat is leuk. En dan ga je maar een paar weken later naar een ander restaurant en dan denk je, nou, ik ga oesters bestellen. En een reerug, een caviar. En dan blijkt die man je helemaal niet te kennen. En dan zit je met een gebakken pier. Wat is volgens jou de belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar? Ik zou denken, het is een gebeurtenis waar jij zelf bij was. Ik weet niet of u het gezien hebt op de televisie, dames en heren, dat Sinterklaas de haven van Harlingen binnenvoer. Jij stond geloof ik op de voorplecht of een ander bootje was hier. En dat gebij van Sinterklaas, dat is heel belangrijk. Hij gooide opeens die zak in de golf. En dat is een kerkelijk gebij wat ik zeer toejuich. Daarmee heeft Sinterklaas aangetoond, wij zijn de periode van straffen, van sancties, van dreigen, van hel en vagevuur, die is al afgesloten. Ik ben nu lief. Ja. En ik beschouw Sinterklaas als een barometer van het hele kerkelijke denken. Dat wordt in de kerkgeschiedenis te weinig gebruik van gemaakt. Hij is een thermometer van het klimaat in de religieuze dampkring. En als Sinterklaas zijn zak weggooit, dat betekent dat iets. Heb je wel? Dat had hij 10 jaar geleden niet kunnen doen. Was hij opgepakt. Maar nu, nu komt dat, omdat de hele kerk heeft zijn zak met de vaste is afgeschaft en al die dreigende predikanten met hel en verdoemenis, die zitten ook te ontbijten, die denken, ja God, wij weten het ook niet meer. En er is een soort liefheid gekomen in de kerk, God is nader gekomen en aardiger geworden en de angst is uit de wereld. En dat hele complex, wat ik zo verheugend vind, dat is samengebald in dat enige bijen, die zak die in de golven gesmeten werd. En daarom vind ik dat de belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar. Ja. Dan zijn we aan de laatste. Wat is humor? Het is een absurde vraag, waar alleen een vrouw op kan komen. Het is namelijk niet te zeggen. Humor is, als je nochtans in weerwil van alles, ondanks alles, niettemin, lacht. Ik dacht dat uw humor overwonnen droefheid was, een melancholie waar je doorheen schiet en waar je winst uit haalt. Ja, het beeld van de humorist van een vrolijke jongen, dat klopt ook helemaal niet. Maar daar gaan we nou niet op in, want ik wil helemaal niet diepzinnig zijn. Ik wou maar voor kort beantwoorden wat ik hier gezegd heb. En ik vind het een van de kostbaarste gaven. En hij wordt wel schaarser nu. Ja. Godfried Bormans, hartelijk bedankt voor dit humorvolle besluit van het jaar.